Waarom is je wifi vaak zo traag? Dit is de Universiteit van Nederland. We gaan beginnen met wat vragen. En de eerste vraag is heel simpel. Wie heeft er hier een smartphone? Ik zeg iedereen. De tweede vraag is, wie heeft er hier een smartphone en een draadloos audiosysteem thuis? Dat zijn al wat minder mensen. De derde vraag, wie heeft er hier een smartphone, een draadloos audiosysteem en bedient de lampen thuis op afstand, draadloos? Is dat één iemand? Twee personen. Moet daar nog iets bij dan? Even nadenken. Wie heeft er hier een smartphone, een draadloos audiosysteem, bedient lampen op afstand en draagt een smartwatch? Nee, we zijn klaar. Oké, dus, dus dat waren drie apparaten. Maar het is dus duidelijk dat wij mensen steeds meer draadloze apparatuur krijgen. En dat gaat heel hard. Een aantal jaren terug ging alles nog via kabels en nu gaat alles door de lucht. En dat is interessant en dat biedt ook uitdagingen. En we noemen dat wifi. Nou, hoe werkt wifi nu eigenlijk? De meeste van jullie zullen dat wel weten, want we hebben als kind al gespeeld met walkie-talkies. En het is precies deze techniek die wij met al die draadloze apparaten gebruiken. Nou, hoe werkt dat nou? Die walkie-talkies hebben antennes. Kijk. En met een antenne kun je radiogolven veroorzaken. Dus radiogolven. En dat betekent dat je informatie, data over zo'n radiogolf, over een frequentie, kunt versturen. Deze apparaten zitten op dezelfde frequentie. En dat betekent dat als ik hier een knop indruk en zeg, kun je mij verstaan? Dat de ander hier zegt, ja, ik kan je verstaan. En dat is dus hartstikke mooi geregeld. Eenvoudige communicatie via een golfje. Eén frequentie en een knop die zegt wanneer jij iets wil gaan zeggen. Dus we hebben allemaal van dit soort walkie-talkies op zak. En sommige van ons 2, 3 of meerdere. En zeker in ons huis, in ieder huis, hebben we dus heel veel apparaten die als een klein radiostation radiogolven de lucht in sturen. En de vraag is dus of dat allemaal wel goed gaat. Misschien nog een vraag aan jullie. Wie heeft er hier wel eens last van een traag wifi-netwerk? Dat is bijna iedereen. Dat is ongelooflijk, hè, dat we zoveel techniek hebben en dat dan juist het belangrijkste stukje techniek misschien wel, hoe wij vanuit die smartphone onze data de wereld in krijgen. Want daarna vindt het internet wel en verdwijnt de data weer in leidingen onder de grond. Maar dat eerste stukje vanuit ons huis, dat werkt dus nog lang niet optimaal. En dat wil ik uitleggen, hoe dat werkt. Ja, misschien moet ik die walkie-talkie er toch even bij houden. Want die walkie-talkie is eigenlijk een systeem wat heel eenvoudig werkt, omdat je hebt twee apparaten en je drukt die knop in en met die knop krijg je het alleenrecht. Alleen jij mag praten. Maar dat soort gedragsregels kennen wij niet, hè? We hebben allemaal onze smartphone. En ja, ik denk dat jullie nu die smartphone even hebben uitstaan. Maar die smartphone werkt continu en is dus de hele dag radiogolven aan het verspreiden. En wij dus allemaal met elkaar. En dat levert verstoringen op. Dus als je alleen al kijkt naar het huis waar je woont en je zoekt op draadloze netwerken of wifi-netwerken en je woont in de stad, niet ergens achteraf, dan zie je dat er heel veel netwerken jouw huis binnenkomen. En al die netwerken zijn schreeuwerig, willen de hele dag radiogolven de lucht insturen. Nou, en dat moet dus wel fout gaan. Of als het dan goed gaat, hè, als je door al die ruis en verstoringen heen de boodschappen kunt lezen, dan duurt dat gewoon een hele tijd. Nou. Oké, dus we hebben allemaal veel draadloze apparaten en ons huis waar we wonen is in feite een radiostation dat de buren, het huis van de buren of de overburen, probeert te overschreeuwen. Een belangrijk probleem daarbij is dat we op dezelfde frequentie actief zijn. We zitten allemaal op datzelfde kanaal. En we weten ook al van de radio dat het toch handig is om meerdere frequenties te hebben.
Nou, dat is iets waar we door een wiskundige bril naar kunnen kijken. Dus de eerste vraag die je zou kunnen stellen als je onze wifi-netwerken sneller wilt maken is, hoeveel frequenties heb ik nodig? En dat heeft alles te maken met een heel bekend wiskundig probleem. Een van de bekendste wiskundige problemen, dat stamt al uit de 19e eeuw. Er was iemand die een landkaart voor zich had van de wereld of van Europa en zich afvroeg, hoeveel kleuren heb ik minimaal nodig om deze kaart netjes in te kleuren? En met netjes bedoel ik dat buurlanden, dus landen die grenzen aan elkaar, een andere kleur hebben. Dan kun je als lezer, als iemand die de kaart wil begrijpen, ook duidelijk zien dat dat verschillende landen zijn. Nou, hier zien we een kaart van Europa. Die kaart is gemaakt door een collega van mij bij Informatica, Bettina Spekman. Dus een hele mooie kaart met mooie krommingen. En Europa kunnen we met 4 kleuren inkleuren. Dat zien we hier. Dus we gebruiken de kleuren rood, blauw, geel en groen. En ja, het gaat wat snel, maar als we goed kijken, dan is er geen enkel land dat grenst aan een ander land dat dezelfde kleur heeft. Het is heel moeilijk in de wiskunde om dit te bewijzen, want als je wil bewijzen dat welke kaart dan ook te kleuren valt met 4 kleuren, dan zou je alle mogelijke kaarten moeten doorrekenen. Nou, dat bewijs is in de 20e eeuw geleverd. Maar wat heeft dat nu te maken met ons probleem, dat die wifi-netwerken traag zijn? Nou, een hele voor de hand liggende oplossing, het is niet de hele oplossing, maar het is een hele goede eerste stap, is om meer frequenties in te voeren. Hoeveel frequenties hebben we nodig? Ik hoor een aantal keren 4 en dat klopt. Als we van bovenaf naar een stad kijken, dan zien we ons huis daar liggen. Een landkaart met percelen. En als we nu gewoon zorgen dat mijn huis blauw is en van mijn buurman geel en van mijn overbuurman rood, en dat kan altijd, dat hebben we in de wiskunde bewezen, dan zijn we in ieder geval niet in gevecht met die netwerken van de buren, maar met mensen verderop in de straat. En omdat storingen van radiogolven veel sterker worden als netwerken dichtbij zitten, is dat een hele goede eerste stap. Maar daarmee zijn we er niet. En ik wil toch iets verder gaan met dat schetsen van dat toekomstscenario. Dus we hebben zojuist gezien dat we heel veel draadloze apparaten hebben. Maar geloof me, er komen er nog veel meer. Mensen zeggen dat in 2020 er 50 miljard draadloze apparaten met elkaar verbonden zijn. En dat is niet alleen in ons huis, maar we gaan ook naar buiten. We nemen onze smartphones mee, dus die netwerken gaan bewegen. En iedere lamp, iedere auto, iedere drone die door de lucht vliegt, heeft een sensor en een draadloos radiostation. 50 miljard apparaten in totaal, dat is veel meer dan nu. En hoe gaan we dat dan met elkaar regelen? Hoe zouden mensen zoiets oplossen? Dus met die walkie-talkie hebben we die knop. En als iemand hier wil praten, en ja, ik vind wel dat ik tot nu toe zelf heel veel aan het woord ben, maar als iemand wil praten, kun je je vinger opsteken en dan geven we elkaar het woord. Dat is hoe mensen dat regelen. Maar dat is wat lastig in draadloze netwerken, want we zien elkaar helemaal niet. En het is ook wat riskant, want er zijn natuurlijk mensen die altijd willen praten. Zeker met die smartphones die we hebben. Dus in 2020 zijn er 50 miljard apparaten die met elkaar draadloos met radiogolven moeten kunnen communiceren. Hoe gaan we dat doen? Mensen, wij, zijn van nature vrij traag en we hebben ook complex gedrag, moeilijk te voorspellen gedrag. En ik wil een vergelijking maken met vogels. We zien hier een zwerm vogels, dit zijn spreeuwen, en op een hele mooie, gecoördineerde manier bewegen zij door de lucht. En waarom kunnen zij dat wel en wij niet? Nou, op de eerste plaats kunnen ze ontzettend snel reageren. En op de tweede plaats houden ze zich aan hele eenvoudige regels. Als de ene vogel beweegt, beweegt de andere vogel ook. Dus snelheid en eenvoud, dat moet de sleutel zijn. Dus hoe zouden we dat kunnen oplossen? En vaak is dat op een hele simpele manier. Gewoon met een loterij. En dit wordt een hele spectaculaire loterij. We doen net alsof dit vak hier met elkaar een competitie is. Dus jullie hebben je smartphones paraat en jullie willen heel graag radiogolven de lucht in sturen. Maar dat kan niet tegelijkertijd. We hebben maar 4 frequenties, dat hebben we zojuist gezien. Dus wat doen we? We zijn met 20 mensen hier. Er zitten 16 witte papiertjes in en 4 kleuren. Geel, rood, groen en blauw. Ik deel ze uit en degene met de kleur die mag even data verzenden, radiogolven versturen. En degene die een wit loodje heeft, die moet wachten. Nou, dat kan een oplossing zijn als we dat heel snel
en dus heel vaak achter elkaar doen. Dan komt iedereen aan de beurt. Daar heb ik een animatie van. Dat zien we hier. We zien hier draadloze apparaten, smartphones, die dicht bij elkaar zitten, dus elkaar kunnen verstoren. En met die apparaten spelen we die loterij iedere milliseconde. En degene die de juiste kleuren krijgen, die mogen data versturen. Dus die buffertjes worden kleiner. En de volgende milliseconde herhalen we die loterij. Dus op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we die 50 miljard apparaten in de toekomst op een hele eenvoudige, snelle manier met elkaar kunnen verbinden. Simpele en snelle digitale communicatie, dat is wat we nodig hebben. En het is heel leuk om na te denken wat je dan allemaal zou kunnen als wij ons kunnen gedragen als die groep vogels. En ik heb daar één toekomstscenario van meegenomen, dat wil ik jullie graag laten zien. Wat we hier zien is een luchtfoto van de campus van de TU Eindhoven. En kijken we iets beter, dan zien we op die campus lantaarnpalen staan. 400 lantaarnpalen in totaal. Dat zijn die rode puntjes. En die lantaarnpalen die geven niet langer alleen maar licht. Die hebben allemaal een kleine antenne. Die kunnen radiogolven verspreiden. Zoomen we uit, gaan we verder de lucht in, dan zien we de hele plattegrond van de stad Eindhoven. En dan zijn het niet 400 lantaarnpalen, maar tienduizenden lantaarnpalen. En die lantaarnpalen die kunnen dus met elkaar in de buurt communiceren en boodschappen doorgeven. Nou, als je eenmaal weet dat dit voorhanden is, dat ook de lantaarnpalen en de auto's en de drones onderdeel zijn van dat gigantische draadloze wifi-netwerk, dan is het heel leuk om over een toekomstscenario na te denken. En ik zal er één geven, maar er zijn oneindig veel scenario's. Stel nu voor dat op de campus een collega van mij onwel wordt. Hij heeft een ingebouwde chip. En die chip die geeft door dat het serieus is aan de dichtstbijzijnde lantaarnpaal. Die lantaarnpaal bereikt in no time het ziekenhuis. Het ziekenhuis laat de ambulance uitvliegen. 300 meter voor de ambulance uit worden de lantaarnpalen in plaats van geel rood. En de zelfsturende auto's worden netjes aan de kant geparkeerd. Ja? Dus als ik iets probeer te bereiken met dit college, is dat ik u uitdaag om ook over dit soort toekomstscenario's na te denken. Hartstikke leuk. Maar voor nu laat ik het daarbij, met de opmerking dat we weliswaar dit in de toekomst kunnen gaan doen, maar dat we op dit moment links en rechts worden ingehaald door de praktijk. We genereren met elkaar zo ontzettend veel data dat het echt vast dreigt te lopen. En hoe we daarmee om moeten gaan, dat zien we in het volgende college.